vandaag heb ik voor jullie een tag video, namelijk de Pretty Little Liars tag. Het zijn 6 vragen. Ik heb de vragen overgenomen van Simone, zo heet haar YouTube kanaal geloof ik ook. Ik raad je aan als je nog niet aan seizoen 4 zit, of laten we zeggen als je seizoen 4 nog niet hebt afgezien, raad ik aan om deze video niet te kijken, want het kan dan zijn dat ik je dingen ga voorzeggen. Vind je dat niet erg dat je al dingen op voorhand weet, kan je gewoon verder blijven kijken. Ik zit nu zelf aan seizoen 5 aflevering 1, dus ik vond het wel de ideale gelegenheid om nu deze video op te nemen. Dus laten we snel beginnen. Vraag 1. Wie vind je de leukste kledingstijl hebben? Als ik moet kiezen tussen Allison, Emily, Spencer, Arya en Hannah, ga ik voor Emily en Allison. Nu moet ik zeggen, Allison, als ze in de serie tevoorschijn komt, zeg maar, dan heeft ze vaak hetzelfde aan, omdat het soms een throwback is van wat er is gebeurd. En vaak is dat dan dat gele topje, die je waarschijnlijk wel allemaal kent. Maar voor de rest vind ik haar kledingstijl wel heel erg leuk. Als je ze dan op andere momenten ziet in de serie, vind ik altijd dat ze mooi aan is. En Emily vind ik ook dat een leuke kledingstijl heeft. Arya iets minder, want als ik haar soms zie, denk ik echt van, wat heb jij aan? Maar ja, het moet natuurlijk bij haar persoonlijk bij passen in de serie. Dus dat vind ik dan wel goed gekozen. Maar wat het dichtst bij mijn stijl komt, is dan Emily of Alice. Welk meisje vind je het leukst in de serie? Ik denk Arya. Ik weet niet waarom, maar ik vind haar persoonlijkheid gewoon heel erg leuk. Ik vind een leuke meid. En ze heeft ook een lief en zacht karakter. Ze ziet niet altijd wel het goede in de mensen. Soms is dat ook niet goed. Bijvoorbeeld bij Ezra. Ze vertrouwde hem heel erg. En ja, hij bleek dan toch eigenlijk niet echt heel goed te zijn. Nu in de laatste aflevering van seizoen 4 wordt hij dan doodgeschoten. Dat vond ik wel heel erg. Want ik hoop niet dat hij dood is. Dat weet ik momenteel nog niet. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Maar toen ik dan te weten kwam dat hij waarschijnlijk in samenwerking was met A, dacht ik eigenlijk van, oh my god, I'm gonna kill you. Ik had echt de pest in Ezra. Maar daarom, Arya ziet dus altijd wel het goede in mensen. En ik vind haar gewoon echt een leuke meid. Ze lijkt me gewoon ook een leuke meid. Dus ja, Arya vind ik het leukste meisje van de 5. Vraag 3. Wie vind je het minst leuk in heel de serie? Dat is sowieso Weldon. Die is nu gelukkig dood. Dat was een politieagent. Maar ik kon die man echt niet uitstaan. Ik vond het echt een vervelende man. En ja, hij was slecht en goed dat hij dood is, want ik vond hem echt niet fijn. Ezra vond ik in het begin echt geweldig. Ik vond het echt een heel leuk personage, maar nu tegen het einde aan ook minder. Nu hoop ik wel dat hij niet dood is en dat ik echt dan de volledige waarheid weet. Want hij was een boek aan het schrijven over Allison en ik wil er echt wel het fijne van weten. Dus momenteel valt het mee hoe ik over Ezra denk. Maar Weldon vond ik echt de irritantste uit heel de serie. En Mona en Jenna vind ik ook niet zo fijn, vooral Jenna niet. Die is er nu wel een hele tijd al niet meer in geweest. Maar ja, haar vond ik ook echt niet te vertrouwen. Dus als ik echt moet kiezen, is het Jenna en Wilde. Vraag 4. Grootste shockmoment in heel de serie. Dit vind ik echt een moeilijke, want de hele serie is eigenlijk echt super spannend. En er zijn zoveel momenten dat ik echt dacht van, dit kan gewoon niet. De eerste schokmoment is toen ik dacht dat Toby dood was toen daar in het bos lag met Helen. Maar je zag haar is een tatoeage met die datum, de avond dat Allison verdween. Dat Spencer hem dan gevonden, dat ik echt van nee, dat kan niet waar zijn tot Toby dood is. Ik schrok dan dat Ezra in samenwerking was met A. Ik schrok ervan toen ik te weten kwam dat Allison nog leefde. Nooit gedacht, ik dacht echt dat ze dood was. En ja, zo kan ik nog wel dingen opnoemen eigenlijk. Er zijn echt wel veel schokkende momenten. Ik vond het zelfs ook schokkend toen Mona en Mike, de broer van Arya, een koppel werden. Dat ik ook van, Mike en Mona, nee, dat gaat gewoon niet. Dus ja, dat vond ik een beetje een schokmoment. Vraag 5. Dacht je dat Toby echt dood was? Ergens dacht ik van, nee, dat kan niet. Want hij speelde eigenlijk zeg maar een beetje mee met A, gewoon om Spencer te beschermen. Maar aan de andere kant dacht ik van, ja, die datum, die tatoeage, dat vond ik dan ook zo raar. Ik dacht van, ja, Toby heeft die tatoeage ook op zijn rug staan. Dus dacht ik zo van, ja, zou die dood zijn, ja of nee? Ik wist het eigenlijk niet goed, maar gelukkig is het niet zo. Want het is ook een van mijn favoriete personages van de jongens dan. Dus ja, een beetje twijfelgeval. En de laatste vraag, wat zou jij doen als A achter je aan zat? Ik zou het niet weten nu op het moment nu ik hier zit. Als ik nu een sms zou krijgen van A, zou ik gewoon denken van dat ik hetzelfde zou doen als de 5 meisjes in de serie zelf. Maar volgens mij kan ik echt niet zo moedig blijven of zo. Ik zou naar de politie gaan. Niet dat dat helpt, want A is overal en nergens. En camera's ophangen in je kamer. Ik weet niet of dat iets of wat van nut zou hebben, want A weet gewoon echt alles van je. Dus ik zou gewoon echt
huilen en nergens meer durven buiten te komen. Want ik zou me echt niet veilig voelen. Dus ik zou niet weten wat ik moest doen als hij achter mij aan zat. Zo, dit was de Pretty Little Liars tag. Ik vond hem heel erg leuk. Je mag hem gerust overnemen. En ik hoop dat ik niet al te veel voor gezegd heb voor de mensen die zijn verder blijven kijken. Alsnog hoop ik dat je deze tag leuk vond. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!